Welkom bij de W. Vandaag zijn we gejoined door de enige echte Brunson en Dentalon van de 3134. Jullie weten het. Mijn naam is Wipe Fluwel, a.k.a. Sipcup. Ben je ook gejoined door Noah, a.k.a. Bosvruchtenhagel. Swag. What's up? Hola de swag, man. Ja, we zijn er, man. We zijn er. En jouw naam is, wacht, jouw naam is Bosvruchtenhagel. Instaan. Goeie naam. Damn. Gaat cool. Goeie naam. Ja, toch? Ja, man, ik loef het. Hij moet ergens mee. Je moet iets origineel maken tegenwoordig. Echt zo. Hè? Echt zo. Dan toch eigenlijk een redelijk vraag. Ik denk dat de meeste mensen het hier wel weten, maar waar staat 3134 voor? Ja, wil je dat ik het uitleg? Leg maar uit. De 3134 is de wijk van Vlaardingen, van Vlaardingen-Oost. Dat is waar ik geboren en getogen ben, waar Den ook geboren is als het goed is. Mm-hmm. En waar wij sowieso letterlijk elke dag te vinden zijn, man. Ja. Jullie wonen nog steeds allebei op de plek, of niet? Ja, ik woon, besef, het ding is, ik woon in 3131, als de wijk ernaast, is Vlaardingen-Oost, maar ik ben altijd in de 34 en ik heb zeg maar meestal van mijn tijd daar ook gespendeerd, want mijn neefje woonde daar, dus ik had altijd in de 34 buiten spelen en zo, dus ik heb zeg maar eigenlijk misschien meer 34 dan 31 gezien. Dus, ja, man, en ik gewoon als... mijn hele leven al gewoon 34 en uitwonen, denk je? Of nee. Zijn er nog geen plannen voor? Nou ja, dat is dus wel toevallig. Den en ik zitten nu aan te denken om met z'n tweeën in Roffa te gaan wonen dit jaar. Nou, ja. Dus daar zijn we nu een beetje voor aan het kijken wat en zo. Gewoon de opties checken. Met de hele gang in Roffa. Ja, ja man. Jullie hele groep woont ook in Roffa. Ja, dus dat scheelt ook wel. Daarom we sowieso 0-10 niet verlaten. Daar komt het in ieder geval sowieso. Ja, sowieso moet Roffa of Vlaardingen één van de twee. Ja, moet het is het ene of het andere. Ja, maar precies. Dat hand in hand. Ik wist niet eens dat Vlaardingen meerdere gebieden had. Ja, Oost, gewoon wijken toch? Dan. Ja, het is een best wel grote stad, man. Ja. Het is gewoon inderdaad echt zo'n zijstad van een grote stad, zeg maar. Super. Ja. Dat is altijd beter, maar ja, dit is gewoon een goede toeristenstad, zou je zeggen? Nee. Zeg maar, kijk, het is wel een beetje cultuur, want het is wel de haringstad van Nederland. Heb ik wel begrepen, snap je? Het is wel, we hebben ook een van die oudste visserschepen of zo, daar zo, heet toch? Het is wel een soort van, er is culturele shit, maar het is niet alsof het echt papen is of zo, heet toch? Nee, het is gewoon totaal. Leuk als je het leuk vindt. Ja, het is op zich wel, daarom, het is op enigszins wel een bekende stad. Ja. Ik bedoel, je zou het in het nieuws ook wel terug kunnen vinden en dat soort dingen, maar... Het is ook een beetje een suburb van Rotterdam. Heel veel mensen die Rotterdam, zeg maar die drukte van Rotterdam, zeg maar een beetje gewoon weg willen, die gaan naar Schiedam of Vlaardingen. Ja, precies. Ja, snap je. Ja, precies. Ook binnen 10 minuutjes ben je op Rotterdam Centraal, dus ja. Damn, dat gaat echt heel snel eigenlijk. Ja, dat ben ik dan. Ja, Shintori, man. Ja, snap je. Een vraag waar ik wel interessant en ik ken best wel veel mensen die iets in de richting van dat doen. Dat, zijn jullie ooit van plan om een 3134 tattoo te nemen? Hij is al gezien dat ik heb de wijk zeg maar getatoeëerd. Ja, nou, moet ik me eigenlijk ook even die cam laten zien. Wat? Oh shit, ik heb hier is de vol, hier is zeg maar centrum, daar woon ik. Toch, en dit is het oosten waar ik gewoon ben. Ja man, shit is, we zijn al daar. We zijn al daar inderdaad. For life, you know. Altijd. Ja man, daarom, je weet toch, wij gaan misschien ooit wel uit de 34, maar de 34 gaat nooit uit ons. Dat is een erg mooie uitspraak. Ik denk ook echt, zeg maar, mocht ik genoeg ot hebben, dan ga ik een van die ossos kopen. Je weet die bij die brug van Hoogvliet naar die hoge osso daar, zodat je uitzicht hebt op Vlaardingen. Ja man. Hey, toch? Penthouse in Vlaardingen. Ja, daarom een soort van... Vlaardingen is gewoon zo'n perfecte stad, gewoon waar je lekker met je gezin, als je een beetje uit de drukte van Rotterdam inderdaad wil, waar je gewoon een beetje kan settelen. Maar je wil wel centraal zijn, zeg maar, je wil nog wel in de stad zijn, maar toch buiten de stad. Ja, precies. Ja. Dan is Vlaardingen gewoon perfect. Ik wil zeggen, Rotterdam is kwartiertje, Den Haag is kwartiertje, snap je? Je kunt naar Breda binnen 40 minuten, zo'n stand. Begrijp je? De Hoek van Holland is ook 20 minuten. Ja man. Dus echt, ja, ik vind het gewoon flexie. Dat is chill. Dat is een goede stad eigenlijk. Maar gewoon voor jongeren, je weet toch, er valt, voor de rest is er niks te beleven. Dus. Zaterdagavond gaan alle jongeren vis choppen. Stap bij de viskraam. Ja, maar echt hoor. Ja, dat is wel beter, man. Maar ja, toch, hebben jullie een beetje al plannen voor de toekomst? Dat je zegt van, misschien in de komende 5 jaar wil ik dit en dit. Ik wil naar Japan, man. Ah, zo maar heel graag. Maar ik wil gewoon echt gewoon een jaartje of zo, jeet toch? Ah, nee. Gewoon letterlijk even ertussenuit, want ik ben Nederland een beetje zat, zeg maar. Ik weet niet, het is gewoon allemaal hetzelfde, het platteland of zo. Ik wil gewoon even een hele andere cultuur meemaken, toch? En ik vind Amerika, zeg maar, dat was even die American Dream, maar die is al lang vervaagd. Hey, leuke vakantie. Want ik ben zelf Surinaams, maar ja, in Suriname is zeg maar niet veel te doen behalve relaxen. Dus ik wil soort van wel een beetje, soort van, dacht van, Azië heb ik nog nooit gezien, toch? Dus, en ik weet al een beetje veel van Japanse cultuur. Ik ken natuurlijk veel anime normaal. Maar ook gewoon, het ziet er gewoon interessant uit. Toch? Dus ik wil een beetje weten hoe de leefstijl. Ik dacht van, weet je wel, misschien gewoon een halfjaartje, jaartje eruit om gewoon daar te checken. Heel hard. Wat gaande is. Heel hard.
Oh, ja. Dat is wel sick inderdaad. En jij, Brunson? Ja, reizen staat inderdaad in zo'n Japan. Ik zou ook nog wel een keer naar Su willen. Curaçao zou ik ook nog een keertje naartoe willen. Gewoon met matties die daar zeg maar vandaan komen. Dus die waarmee ik gewoon daar kan chillen inderdaad. Met Herf inderdaad. Met Densho bijvoorbeeld naar daar naartoe. Dat is gewoon hard. En nou ja, Amerika ben ik nog een keer geweest. Daar zou ik nog wel een keertje heel graag terug willen. Maar ook gewoon als vakantie inderdaad. Ja. Waar ben je geweest in Amerika? Ik ben in New York een paar dagen geweest. En ik heb zo'n rondreis gemaakt door langs LA, San Francisco, Las Vegas, die kant. Ja, para. Ik heb vorig jaar zo'n rondreis gemaakt. Waar was je? We waren van New Orleans naar New York gereden. Oh, wauw. Dat is lauw. Maar hoe, met bus? Nee, met de auto gewoon. Met auto. Maar dat is ook met langs Boston en zo dan? Nee, dat is verder dan New York. Daar zijn we niet geweest. Dus in New York zijn we gestopt. Ben je uit Atlanta gegaan? Ja, ik ben wel ik heb wel gevlogen vanaf Atlanta, man. Maar alleen vanaf die airport gewoon daar. Een heel groot airport. Ja, man. Niet normaal. Al die sowieso airports alles zijn volgens mij best wel groot. Wat? Al die airports daar zijn volgens mij best wel groot. Het is heel anders dan hier. Ja, Las Vegas is echt, dat raad ik sowieso iedereen aan om er een keertje heen te gaan, want dat is echt... Je weet niet wat je meemaakt daar, man. Ik wil nog een keer naar New York, man. Ik ben één keer... Ik was in New York, maar toen was ik 12 of zo. Jeetje, maar als ik nu zou gaan, zeg maar, toen... Ik besefte voor het eerst dat er een... Echt, ik begreep, zeg maar, niet. Want zeg maar, hier zo, je gaat... 2 uur is alles klaar, toch? Ja. Soort van. 2 uur is het hoogtepunt geweest, tenzij het echt een uitgaansavond is. Maar daar zo, ik liep op Broadway om 3 uur s'nachts. En het leek gewoon alsof het 7 uur s'avonds was. Gewoon, ja. Iedereen was gewoon helemaal vol. Je ziet nog mensen lopen. Het is echt van, hè? Gewoon van, je ziet, ja, je kijkt je echt gewoon je ogen uit van alle licht en zo. Ik dacht van, damn. En toen was ik nog klein, toch? Maar nu denk ik van, nu zou ik echt van genieten of zo. Ja, echt, die gewoon ook die volle nightlife ook meepakken. Ja, maar snap je? Ja, daarom, de 3 dagen was voor mij, ik was ook jong, maar 3 dagen was voor mij inderdaad wel te kort, merkte ik ook, om gewoon alles mee te maken, zeg maar. Ja, maar New York is veel te groot. Gewoon die hele New York metro area is ongeveer even groot als Nederland. Gaat nergens zo. Ik ben daar 2 weken geweest en ik ben niet eens naar Queens en Bronx geweest. Nee, ik heb alleen maar Manhattan en Brooklyn gezien en dat was al veel. Cool, man. Ja, snap je? Same. Ja, ik was 4 dagen, met alles gerust, gewoon om alles te zien een beetje. Begrijpelijk. Ik zou toch wel, ja, je moet daar rusten om alles te zien, maar het is toch wel chill om ook wel die stad rustig te kunnen bekijken, weet je wel. Ja, dan zie je toch wel echt de pracht van altijd. Ja, daar moeten we naartoe gaan. Dat en ik wil nog een keer naar Zweden, man. Naar waar... Waar naar Nieuwe zou gaan. Ja, man. Ik wil naar Noorwegen, man. Ook zoiets. Gewoon, ik zou ook gewoon, ik ben daar in dat gedeelte, alleen in Denemarken toen ik klein was een keer geweest, maar... Denemarken. Voor de rest... Ben ik in Legoland geweest. Daarom Legoland ben ik ook een paar keer geweest inderdaad. Maar voor de rest, ik wil gewoon nog naar Zweden, Noorwegen, daar zo. Ik wil Noorderlicht zien. Zo. Ja, maar gewoon dat soort shit om te checken. Maar voor de rest... Ja, wat staat nog meer op de planning? I don't know. Zijn die mannen die sneller kamperen of zijn die echt... Pak je sneller hotelletje of appartementje? Bro, 100% hotel. Mooi, goed om te horen. Ben jij kampeerman? Ja, mijn ouders ook. En dan is het gewoon, je groeit ermee op. En dan is het ook gewoon, ja, het is het enige wat ik ken. Ik vind het hotel ook wel chill. Maar gewoon daar buiten zijn in de natuur. Dus gewoon even ritje kan ook doen. Maar is het dan echt met, zeg... Ga je dan echt zo gewoon... Oké, we settelen hier nu hier en dan ga je daar opzetten? Oh, nee, ga wel naar campingje. Maar het is wel, het ding ervan is, we pakken waggy. En we rijden gewoon naar waar we heen willen. Dus ik roep maar wat, Zuid-Frankrijk bijvoorbeeld. En je rijdt er gewoon heen. En dan ben je daar van, even kijken welke camping er in de buurt is. En dan even, dus gewoon dan die shit checken. Je bent wel gewoon vrij van alles, weet je wel. Ja, dat is precies. Dan het enige, wel het grootste voordeel eraan. Maar ja, de luxe zijn shit allemaal niet. Nou ja, op campings ben ik ook. Ik ben in Italië echt jarenlang op dezelfde camping geweest. Dus, en daar was dan, dat was ook gewoon in een tent natuurlijk. Ja. Dus dat ben ik op zich wel gewend. Maar zo'n guy die echt zo met zo'n tandgrote tas gaat backpacken en shit, no man. Wat is de gekste plek waar je bent gaan kamperen dan? Dat valt op zich nog wel mee. Ik denk dat de raarste plek waar ik zou zeggen van ja, daar ga je normaal niet kamperen is een camping. Ik heb een camping gepakt in Leeuwarden en ik heb een keer een camping gepakt in Parijs. Maar dan gewoon echt vrijwel gewoon... In Parijs? In Parijs. Nog redelijk bij centrum. Dat is zeg maar net centrum, niet in het buitensteden. Ik vraag me niet af hoe. We zijn er geweest en het was echt best wel hard, want je pakte gewoon dus even de trein en je was er, zeg maar. Dat was wel flex. En op zich zijn het gewoon wel redelijk normale campings die dan... Maar je hebt natuurlijk ook wel van die boerderijcampings waar je dan gaat staan, dus dat ik alleen een toilet. Ja. En dat is het dan, en voor de rest gewoon 1 veld. En dat is dan dat je wel jezelf moet vermaken en zo, maar... Nou, daar vroeg ik niet mee, man. Maar vind je het dan echt leuk? Ja, ik vind het... Het punt is, ik vind dat wel leuk als er net iets meer te doen is, maar het gewoon dat bij de tent zitten en dan gewoon altijd naar buiten kunnen kijken, dat vind ik heel fijn.
Maar het wordt vaak ook altijd echt treur koud. In de zomer heb je allemaal van die kutte muggen. En uiteindelijk zou ik toch wel zeggen, echt een appartementje lijkt me toch wel chiller. Ik kies dan wel appartementje boven hotel. Ja. Maar ja, op zich, ik zie mezelf nog wel later doen, zeg maar. Als ik gewoon iets, dat ik goede tent koop of zo, I don't know. Ik vond Woeha al bed. Sowieso Airbnb boven hotel. Woeha zou ik echt niet op een tent willen slapen, maar Dat hebben we gedaan, echt verschrikkelijk. Daarom ga ik ook nooit naar Lowlands, ben ik ook nog nooit geweest en ga ik ook nooit in mijn leven doen. Alleen als ik word geboekt, gewoon, heb ik gezegd van, of als ik daar zeg maar weg kan gaan. En terug kan komen. Maar anders ga je me echt niet zien in een tent. Ik hou niet van tenten, man. Nee, als één keer in een tent gaan naar hockey lopen, zo, doe ik nooit meer. Zo, bro, nek. Dat was echt verschrikkelijk, man. Ik hou niet van slaapzakken, man. Echt niet. Ik moet een matras hebben. Ik ben zo'n guy. Zeg, maar het matras kan kut zijn, maar beter dan een slaapzak of zo. Mm-hmm. Dat heb ik dan. Slaap je alleen in een slaapzak? Nee, ja, maar je hebt gewoon dat luchtbed of matje of zo. Ik weet niet, ik had een matje en een slaapzak. Maar een soort van, matje, luchtbed, slaapzak. Over alle dingen kies ik liever een matras. Dat snap je? Een soort van Woeha ook. Elke keer Woeha was gewoon Airbnb in de buurt, jeetje toch? Ja. Beter. Ja, maar je moest wel snel zijn. Maar elke keer was altijd een Airbnb fair. Want dat is ook taxistress, dat soort dingen. Ik zeg, Woeha is het beste als je gewoon een driver hebt en een Airbnb, dan ben je gewoon safe. Ja. Ja, man. Zijn eigen, of gewoon eigen, ja, je hebt daar geen plek voor. Ja, dat is altijd kut. Je hebt niet echt plek voor gewoon een auto of zo. Dan moet je hem altijd net te ver wegzetten of zo. Ja, wij waren bij Woeha toen bij Katjeskelder. Dat was eigenlijk, denk ik een half uurtje rijden of zo vanaf Woeha. En dan konden we daar gewoon op zo'n parkeerplaats daar neerzetten. En sowieso bij de artiesteningang was ook, dat was gewoon letterlijk naast. Dat was gewoon een parkeerplaats en dan was je bij de ingang, zeg maar. Hoeveel, want jij hebt al, jij was vorig jaar bij Joost. Mm-hmm. Heb je een, jij het jaar ervoor, ik weet niet of dat, want ik was daar niet. Was je toen ook met Kraai meegegaan of met anderen? Het jaar daarvoor had ik, dat was toen moest Kraai optreden, toch? Toen ben ik maar alleen op zaterdag geweest, omdat ik op het allerlaatste moment nog via Mattie een kaartje heb gefixt. Oh ja. Maar zaterdag was individuals dag, toch? Ja, maar toen was jij inderdaad. Maar ja, afgelopen, tenminste dan, dus de laatste Woeha. Daar was ik inderdaad het hele weekend. Nou, ook Joost opgetreden. Wat vond je daarvan? Hoe voelde het? Ja, gek zo wat ik ooit heb gedaan in mijn leven, man. Broer, gewoon, ik was zo zenuwachtig, echt. Ik stond daarachter en ik dacht bij mezelf van, ik ga hier gewoon oud, man. Zo used. Want dat was wel echt het meest zenuwachtig wat ik ooit voor een show ben geweest. Maar toen kwam ook die manager naar me toe en zo. En Jason en er waren allemaal guys daar gewoon achter. Die zeiden gewoon tegen mij van, nee, komt goed. Dat was hard. Dat was harde show. Ik heb daarom. Maar het soort van, eenmaal als je daar ook staat, het gaat echt gewoon, je zit echt tot hier en dan gaat het gewoon, is het weg, man. Het gaat er zo uit inderdaad, als je hard aan het spitten bent. Daarom, ik heb bijvoorbeeld gemerkt van dat ik dan, in het begin was ik dan voor kleine shows ook zenuwachtig. En dan merk je dat als het kleinere shows zijn, dat heb je misschien ook wel van dat je dan, hoe zenuwachtig je bent, zakt minder weg als dat je voor shows die echt groot zijn. Klopt. Omdat als je eenmaal bezig bent voor die echt grote shows en je ziet hoeveel mensen zijn, denk je, dit kan niet fout gaan. Precies, zeg maar. Inderdaad. Ja. De energie is er toch al. Ja, de energie is al veel groter, zeg maar. Meer mensen geven je al die energie waarmee je kan werken, toch? Kleine shows, als een groepje zeg maar, het niet voelt of zo, dan merk je dat al sneller. Merk je dat al veel sneller. Terwijl bij een grote show, heel veel mensen, hoe boeit dan ook niet wat, wie je, zeg maar, je staat op een groot podium, dan gaan heel veel mensen al van, weet je toch? Ja, Yusuf, dat is echt zo. Ja, bij Woeha, daarom, ik was toen het eenmaal opging, toen was alles helemaal weg en ik was gewoon hyped voor de rest van de dag. Ja. En sowieso, Shara Woeha, man. Nog kunnen slapen daarna? Of als je zegt, ik weet in ieder geval dat ik echt de rest van het weekend heel erg panja ben geworden. Maar wel echt van, gewoon, je weet, ja. Maar een soort van, dan boeit het ook niet meer, like that. Je weet toch, want jij hebt het gedaan. Dus je hebt alles al gehad. Ik moest toen, moest Dro nog, ook die zaterdag natuurlijk. Ja, klopt. Dus toen dat met hem was geweest, toen had ik al natuurlijk wel wat gedronken en zo, maar ook vooral die zondag, weet ik, toen ben ik helemaal, helemaal afgegaan. En dat was ook gewoon omdat alles was toen gewoon gefixt met dat ik zeg maar in die backstage kon en zo. Ja. En sowieso shout-out naar Woeha voor die backstage, van dat hebben ze helemaal uitgespeeld. Zo, ja man, de artist dat is daar, dat is het beste. Echt schandalig. Ja, dat is echt. Het is gewoon, je komt daar en het is gewoon het eten dat je wil, drinken wat je wil.
Zoveel sperrips gegeten daar zo. Ik wil gewoon echt gewoon goed eten. Sperrips, garnalen, dat soort shit allemaal. Gewoon in de ochtend. Gewoon, ik kwam daar denk ik om like 12 uur, 1 uur of zo op die zondag. Nou, gefixt met die ding, met die backstage dat ik daar kon komen. En ik kom binnen en ik zie Joost en zo met donuts en weet ik veel wat. Ik denk, hè? Ik loop naar binnen, chocoladefontein. Oh. Ja, oh ja, dit is oh, en niet vergeten, unlimited bier. Gewoon letterlijk, je kan heet het. Ik heb zoveel desperado's gehaald, het is niet normaal. Het is echt juicy, die heet... Goeie desperado niet. Maar, je soort van, maar normaal heb je altijd bij zijn ding, als je alleen maar desperado gaat, op een gegeven moment is het op. Het raakte niet op. En het was ook echt zo van, je mag ook gewoon naartoe gaan, yo, mag ik 6 desperado's? Yeah. Pap, je krijgt er 6. Gewoon, daarom, ja, het boeit ja, maar dat is, je kon gewoon naar mensen toe lopen en zeggen van, wil je wat drinken? Ja, toch, is cool. Ai, Silas, ik ben over een paar minuten terug. En dan kom je gewoon met twee, hou je nog expres 2 flesjes voor, zodat ze genoeg hebben en klaar. Snap je? Gewoon. Letterlijk, als je dan maar dat bandje had, gewoon was zo van, ai, wie wil drinken? Jij, ben zo terug. En dan kon je, iedereen kreeg gewoon wat ze wilden. Want, ja, man. Heel relaxed. Dat is gewoon de life. Ja. Dat is gewoon wat je wilt. Jeez, dat was echt hard. Shit. Hoa sowieso, shout out Hoa. Altijd shout out Hoa. 100, shout out Hoa, man. Wat is, want zou je ook zeggen dat de Hoa show de hardste show is die je hebt gedaan? Ook voor jou eventueel, wat is jouw hardste show, Dente? Ik vond het wel lauw dat we met Hoa de vloer hadden gebroken. Ja, dat vond ik echt lauw. Ja, man. Dat was ook een van de leukste dingen die ik heb gedaan. Vergeten, ja, bro. Maar we zijn ook bij die show, zeg maar, had ik ook, ik ging stage diven tijdens wat ik rook zo. En ze hadden die foto dus gebruikt als reclame voor Lil' Q stage. Dat vond ik al lauw. Hadden we ook nog eens de vloer gebroken. En de dag erna stonden we er weer. Dat was echt lauw. Ja, maar Kraai. Het was zeg maar die vloerbreak show was individual show. En de dag erna hadden we nog een Kraai show. Dat was, ja man, dat was goede shit. Lauwe shit. Ik vind het ook gewoon echt bizar dat ze dan 2 jaar achter elkaar de vloer is gesloopt. Of eigenlijk al de vloer is gesloopt. En dan zeg ik, nou, we doen hetzelfde. Het gaat toch niet. Ik vond het echt lauw. Besef, bij Rory de vloer gesloopt was. Besef, Gunna was toen toch? Gunna was tijdens Rory. Dus ik dacht van, weet je wat? Het overliep in elkaar. Dus ik ga eerst even heel snel bij Gunna kijken. Dan ga ik naar Rory rennen en zo. Dus ik heb 3-4 chunks van Gunna gezien. Ik denk, ah, laat me snel naar Rory gaan. Ik loop daar, ik zie iedereen uit de Lil' Cube steek. Ik denk, wat gebeurt hier? Ik dacht van, wat is dit voor boezie? Waarom gaat iedereen nu al weg bij Rory? Ik kom daar aan en ik zie hem om me blij zo op het podium staan. Ik denk, wat gebeurt hier? Ik zeg van, ja man, we hebben de vloer gestopt naar 2 tunes. Ik denk, wat? Ja, het was echt, het was gewoon 1 tune was en je hoorde al een beetje. Maar je voelde gewoon, als je sprong, voelde je gewoon die borst gewoon zeg maar, zo naar binnen gaan. En ik dacht eigenlijk van, oké, dit gaat. Daarom denk, iemand gaat op zijn mel. Samson draaide gewoon finito en toen was het klaar. Toen was het al klaar. Daarom, hij had zijn eigen tunes nog niet eens gedaan. En toen zag je al zo mensen inzak. Ja bro, dat was... Bizar, man. Dat is denk ik wel de ziekste show. Ook al duurde die show 5 minuten, dat is een van de ziekste dingen die ik heb gezien. Hij draaide geen klaar, maar toch was klaar, weet je wel. Ja. Precies. Goeie, dat is een goeie. Maar ik denk, mijn ziekste show is, denk wel Hoa en anders Paradiso met Joost ook. Ja. Oh, dat is wel goed. Oeh, ja, we hebben ook een Paradiso show met Kraai gehad. Met Georgia had het toen voor mij daar gezet. Toen met ding, met Smip Day. Dat was ook een lauwe show. Dat is ook een goede inderdaad. Sowieso, Paradiso is echt een van de leuke zalen om op te treden. Ja, dat man, mooie zaal, man. Die zaal is ook gewoon echt heel cool. Ja, het is echt een mooie, hele mooie zaal, man. Inderdaad, man. Inderdaad, gewoon, ja, toch als je kijkt naar Morspit. Want ik was bij, dat was Young Gravy, was dat toen. Die was toen in Paradiso. Maar we hadden gewoon, want je hebt die kleine trappetjes toch? Ja. Tussen, zeg maar, dat is zo'n groot stuk al, dat we hadden het helemaal geopend. Dat is echt, dat ik dacht van, dit is echt gigantisch eigenlijk. Ja, het is echt een grote zaal eigenlijk. Ja, echt 1500 man. Dat is tam te veel. Dat is echt heel veel, ja. Echt inderdaad heel veel. Maar allemaal al die mensen daarboven inderdaad ook nog. Maar ik denk dat de Lau show die waar wij allebei bij waren, vond ik wel die van de Book Sam Jason Tour in Utrecht, man. Oh ja, man. Daar heb je ook nog een cash. Dat is het eerste dat je hebt gehoord. Ja? Ja, wauw, wat een show was dat, ook, man. Daar had ik ook Dentalonnen met T-shirt. Toen kwam op met maskers. Dat was echt ziek. Dat weet ik nog. Zeg maar, dat was T-shirt. Zeg maar, Kraai had daar zijn show. En midden in Kraai's show zou ik een tune doen samen met Tishy. Maar we hadden helemaal maskers gefeest, met jas, alles, dit, dat. Ja, jullie kruisten toch met die lichten. Ja. En ik weet nog dat, zeg maar... iedereen ging dus even backstage toch, maar ik wist nog dat Jason, Sam en zo waren allemaal gewoon die box aan het luisteren. Maar ze dachten van, ah, je weet toch, komt zo wel goed. En toen hoorden ze zeg maar die beat droppen en iedereen rende toen naar de stage om te kijken van, wat de fuck gebeurt er, je weet toch. Ik dacht van, dat was even een moment dat ik dacht van, ah, goede accomplishment. Hey, ja, gekke, dat was echt, ik vond het een lauwe show. Dat vond ik echt lauw, man. Dat was echt lauw. Daar heb ik ook mijn clipmaker leren kennen, Jorah. Was hij daar? Ja, hij heeft dat gefilmd. Oh, wauw. Daar heb ik hem leren kennen. Dat is ook die hele, eigenlijk door die show is het like gewoon die hele reden dat ik in underground music ben gekomen, zeg maar. Eerst jou een Boku Drill hoorde, Kraai, jou ook dan inderdaad. Die tijd wist ik nog niet eens dat jij het was, maar nee. Kom je ook achter, zeg maar.
Dat is echt wel echt een lijp show. Shout-out naar die show. Ja, man. Sowieso die... shout-out naar Utrecht. Elke show. Ja, maar Utrecht is echt gaande, man. De uur aan gaande. En daar kwam ik toen ook achter. Ik zweer het. Wie deed dat? Iemand deed het voor je zo. Toen ik iedereen ik dacht van, hè? Heel veel mensen die denken dat we dan dat we dan boel roepen. Ja, ik was met toen bij zo'n show van Ray in... hoe heet die ene kleine zaal in Utrecht ook alweer? Echo, inderdaad. Dat was Ray in Echo. En toen was het voorprogramma waren Fosa en Loopy. En die zeiden ook van, ik dacht dat is allemaal boerie, maar het was gewoon u. Helemaal een verwarring gewoon. Ja, best wel vaag, want het klinkt ergens wel gewoon pissie op elkaar. Maar het gewoon is het gewoon. Maar je ziet op een gegeven moment volgens mij ook wel echt vanzelf die handjes in de lucht zo vormen. En dan denk ik bij zo, nou dit is... Ik vind het wel een gaand ding. Ik zeg, Roffa en Dami hebben niet zo'n tori toch? Niet dat ik me kan herinneren of zo. Ik vind het echt wel dat iedereen in Utrecht gewoon weet van, ja man, u. Als je Roffa gewoon Feyenoord roept, dan ben je al geliefd, man. Dat wel. Je moet gewoon Feyenoord roepen. Ik weet, het was één keer dat we... Een show de Roffa en je begint gewoon hand in hand en dan gaat iedereen de rest gewoon zingen. Yusu, hoor je gewoon camera. Die show bij de voorprogramma van Donnie toen. Ja man, iedereen doet gewoon gelijk mee. Als je gewoon ergens waar veel Rotterdammers zijn gewoon roept hand in hand, dan gaat het gewoon... gaan vanzelf gewoon. Ja. Dus dan is het klaar, dan heb je de show al gewonnen. Man. Ja Yusu, dan heb je echt al gewonnen. Ja man. Jij bent voor Feyenoord, dat weet ik volgens mij. Ja, hij is. Jij ook? Zeker. Oh ja, het is, als je vlak bij Roffa woont, ben je voor Feyenoord. Jij bent niet voor Feyenoord. Nee, man. Deze guys zijn allebei voor Ajax. Helaas. Ik ben neutraal in die shit. Ik ben opgegroeid met Feyenoord. Mm-hmm. Broers voor Utrecht, zijn ze voor Ajax. Maar ben je hardcore voor Ajax? Nee, of? Niet, ik ben niet een Ajax-hooligan. Dan Jai. Dat is klaar, nul spook. Nee, ja, kijk. Je weet toch, bij ons is het gewoon... Bij ons allebei is het gewoon met Pablo Lepel ingegoten, man. Dus ja, vanaf... we konden niks anders kiezen. Paul was vroeger voor Ajax, maar hij is nu Feyenoord gewoon. Echt? Ja. Maar dat is om ding. Ja, dat is wel gevaarlijk. Omdat zeg maar, gewoon het team van Ajax vroeger, zeg maar, in zijn tijd, was gewoon echt gaande. Ja, man. Dat was het gewoon. Belangrijke vraag. Wat vind je de beste FIFA game? FIFA 14, man. Waarom? Weet je waarom? Misschien speelde jij toen al FUT? Nee, man. Ik speelde geen FUT. FIFA 14 was toen kwam die World Cup Mo in FUT. Mm. Ja. Mm. Iconic, broer. Die shit's iconic, man. Als ik nog wat moet zeggen, zou ik zeggen 17 of 18. Ja, ik vond 17 was ook echt top tier, man. Ja, 17. Ik vond 15 heel laag, maar dat komt gewoon omdat die had heel veel bugs, dus je kon gewoon... Ja. Was dat met die aftrap glitch? Dat je gewoon gelijk vanaf aftrap tanto makkelijk kon scoren? Waarschijnlijk wel, maar die had echt zoveel bugs dat je gewoon alles kon doen wat je wilde. Ja, dingen van FIFA 14 inderdaad, gewoon eigenlijk alles voor 18, man. Mm. En wat is je favoriete FIFA vanaf 19, 20, 21? 19, denk ik. Ja, ik weet niet. 19 heb ik niet echt gespeeld. 20, denk ik. Ik denk dat ook wel 19. Bro, 20 was zo trash. 20 was zo fucking kut, jongen. Ja, 20 vond ik echt kut. Oei. Daarom vind ik 21 ook veel lauwer. Ja, facts. Omdat 21... Het gaat gewoon zo, dus ook al is het een beetje daarom een soort van 21 is niet echt goed. Maar het is zoveel stukken beter dan 20 is. Ja. Maar het is ook raar dat ze elke keer die shit veranderen of zo, je toch? Ja, ik weet niet, man. Die gameplay is gewoon elke keer aan. Maar van 20 was echt dramatisch. Fut ook, was echt verschrikkelijk. Tante saai gewoon. Ja, man. Game jullie veel of niet? Zeg je van, het is gewoon FIFA. Nu weer wel, man. Nu ben ik weer COD aan het spelen. En, of niet? Ja. Niet Cold War trouwens. Gewoon MW2. Modern Warfare en Warzone. Ook zeker goed inderdaad, ja. Cold War heb ik nog niet. Ik wil Cold War wil ik pas spelen als ik een PS5 heb, man. Begrijp ik ook wel. Ja, man. Ik wil die echt fully meemaken op de next gen of zo, snap je? Ik speel wel Cold War, man. Ben je alleen op multiplayer voor zombies? Zombies zijn nu en dan met Matties wel. Sowieso Shadow Dance en Kivo altijd met die zombies. En anders wel veel multiplayer inderdaad. Ah, en gewoon FIFA natuurlijk. Heel erg veel. Ik speel ook Minecraft. Minecraft. Ik heb dat vroeger wel een paar keer gespeeld. Ik heb het ook vroeger gespeeld. Alleen Jerry kwam ineens met Urf in de trui en zei van... ik heb gewoon Minecraft op PlayStation. Dan ging gewoon beginnen. Je kan gewoon met z'n vieren splitscreen Minecraft spelen. Dat ging gewoon spelen. Nu ik heb eens je lauwe osso gemaakt, bro. We maken letterlijk gewoon 34 camp gewoon in Minecraft. Maar dan, dat is lauw. Ik maak geen foto's. Ik dacht eergisteren, ik heb letterlijk van 9 uur... want die avondklok ging in, toch? We waren aan het spelen zo. Ik zie ineens... ik kan niet meer naar Oslo, toch? Die avondklok.
Bro, ik heb letterlijk tot 7 uur 's ochtends non-stop Minecraft gespeeld. Geen bedroom break, niks. Ik heb misschien 2 keer bierie gehad, maar ik heb de hele tijd aan mijn osso gewerkt. Gewoon. Paste. Ja, man. Minecraft is echt wel een goede game. Minecraft blijft een goede game. Snap je? Want je bent nooit klaar. Je bent nee, in principe ben je nooit klaar. Je kan alles lauzen. Shout-out Minecraft, inderdaad. For real. Echt zo, man. Nooit verwacht dat ik dat op een podcast zou zeggen, maar shout-out Minecraft, man. Het is tijd. Shit, oké. Het is de Nando Show. Ja, met Nando. Oké, nou boys, nog even voor het concept. Ik ga jullie 3-4 minuutjes lang een paar vragen stellen. Gewoon een soort snelle ronde. Ja, toch. Moeten we ook het lekker kort antwoord geven gewoon? Gewoon het eerste wat in je opkomt. Niet eens per se heel kort of zo. Ja, toch. Wat is jullie grootste doel voor dit jaar? Geld maken. Geld verdienen inderdaad. Ja? Nou, dat is zeker een goede. Hebben jullie guilty pleasure als het gaat om muziek en zo? Hoe heet die in tune ook weer van Anouk? Weet ik niet. Girl. Dominique van Anouk, man. Oh, dat ze Engels, dat ze Nederlands zingt. Ik, prachtig. Kijk hoor. Over the Rainbow. En K-pop, Twice. TT. Ja, man. Ik luister vaak nog wel als Jan Smit of zo. En als ik heel melig ben, kan ik soms ook nog wel zo'n Venga Boys aanzetten. Shout out Venga Boys. Ik vind dat wel gewoon soms gewoon lauw. Wat is jullie domste aankoop geweest, zeg maar, als in slechtste aankoop van dit jaar, waar we echt denken FIFA van... punten. Ja, die kan ik ook daar... Niks anders, man. FIFA punten. En anders... Ja, gewoon slippers die echt na, like, 50... Gewoon die North Face slippers, van, die waren ook echt 40, 50 euro of zo. Die waren zo rot. In vakantie waren ze weer brokken. Ik zou het niet weten, man. Ik denk cryptocurrency, wat gewoon een scam was. Ja, dat heb ik ook gedaan, man. Ja, ook heel veel geld verloren. Snap je? Ja, dat ik heb trouwens een speakbriefje. Ik vind dat dat gewoon kan. Ja, maar geen probleem. Even kijken. Ananas op pizza, eten jullie dat wel eens? Ja, man. 100%. Pizza wij gewoon boem. Geweldig. 100%. 100%. I don't care, snap je? Ja. Tomaten zelf ook fruit. I don't care. Snap je. Ja, zeker. Welke vakantiebestemming zouden jullie aanbevelen? Tokio of Kyoto? Ja, maar aanbevelen. Waar ben je al eens geweest waarvan je denkt van, oh, daar moet je echt naartoe? Praag, man. Shout-out naar Praag. Hele mooie stad. Paramaribo. Spreek je daar een beetje Engels? Ja. Oh, okay. Ik zou zeggen Paramaribo, we spreken daar Nederlands. Dus echt, je, letterlijk, je komt daar, je kan gewoon alles doen wat je wil en je hebt lekker eten. Oh, en het is warm. Costa Rica, man. Prachtig land. Dat is in Midden-Amerika, toch? Ja, man. Heel, heel erg mooi land. Ik zat er ook aan te denken om Spaans te leren of zo. Je kan er zoveel plekken naartoe. Spaans is de makkelijkste om te leren. Ja, okay, en je kan echt maar het derde taal van de wereld. Of tweede, volgens mij zelfs. Ja, maar zeg het Spaans. Geloof jullie in iets na het leven? Weet ik niet. Kan je zo... maar... Ja, nee. Iets gewoon. Het hoeft niet eens per se te zijn in God of zo. Maar gewoon dat je denkt van, dit is niet het laatste. Of zo. Dus je energie gaat ergens heen of zo. Ik geloof wel inderdaad dat er nog iets is. Het zou wel beter kloppen of zo. Anders zou het ook zo raar zijn. Hebben jullie wel eens iets gestolen? Zeker. Ja, tuurlijk. Moet je dan denken aan een chocoladereep of heb je wel eens een keer... Weet je, sowieso... Ik heb wel eens een keer wat gestolen, ja. Kijk, soort van, zolang de politie niet meekijkt, je weet toch, is sowieso bij A2Go is gewoon 2-1 betalen. Oh, dat sowieso. En, andere dingen, ja, gewoon, weet ik veel. Ik heb bijvoorbeeld afgelopen zomer nog bij zo'n souvenirwinkeltje een souvenir genakt. Dat die guy niet aan het kijken was. Oh, ja, Ewa, bon chance. In Kos heb ik zoveel fietsen geklaard samen met die witte Luca. Ja, maar ook fietsen inderdaad. Ook gewoon dat je dan in een random stad bent. Dat soort stories. Ja. Hebben jullie artiesten van, zeg maar, echt voor hip-hop shit die jullie luisteren bijvoorbeeld? Echt, dan moet je denken aan 70s, 80s, voor, zeg maar, voordat er echt hip-hop was. Linkin Park heb ik veel gecheckt vroeger. Ik ook. Direct ook. Ja. Zijn wel namen waar ik van heb gehoord. Maar 30 Seconds to Mars. Ik was echt zo'n rock guy toen ik young was. Omdat dat toen lauw was toch om te zijn, zeg maar. Ja, maar ik was voor echt de rest... EDM, zeg maar. Armen van Buren en shit. Martin, ja, mijn pa luisterde dat heel goed. Laatste tijd luister ik steeds meer van die echt oude shit, toch? Elvis Presley. Ja. Sam Cooke luister ik soms. Heel soms. Chuck Berry is ook nogal echt heel oud. Maar dat vind ik ook nogal gewoon lauw soms. Nou ja, dat soort toch is, man. Ja, zeker. Dat was het. Ja, toch? Dan, ik had het echt veel erger ik had het ook intenser verwacht. Ja, dat ik super honest moest zijn. Dat was shit. Nee, ja, soms hebben we nog een beetje gekke dingen, maar... Hey, mag ik die zakbubbels openmaken? Ja, ik ga heel goed maken. De zakbubbels. Bubbels! Ik had de vraag aan Bruno zelf of die hem wel vraagt, maar het is helaas vergeten. Ik vond het een leuke vraag te stellen. Nando inderdaad, excuses. Ja, anders zijn we twee Bruno's, wordt een beetje confusing.
Kijk, de dingen even snel goed typen. ATDS. Haha, absoluut. Absoluut. Ik ben de ass-eating connoisseur. Ja? Iedereen die mij kent weet dat ik de ass-eater ben. Dames, jullie weten het. Oh, ik heb het nog nooit gedaan, man. Dus ik kan daar ook niet over judgen. Maar ik zou het wel doen, man. Ja? Ja? Gewoon bij als je zegt van, ey, mooie dame, gewoon even lekker. Je zou het niet bij elke random mij doen. Maar, doe ik ook niet. Je moet ook weten wanneer je het doet. En welk moment. Deze man, je weet toch, hij is de specialist erin. Ja, man. Voor dit soort zaken moet je echt bij hem zijn, man. Ja. Iedereen die dit luistert, als je even goede tips nodig hebt natuurlijk, kan je altijd bij Denta kwijt. Stuur me even een DM'tje van, yo man. Niet naar Dentalon, het meneer van de bitches. Het meneer van de bitches. Ja man. Dan dat check, een, je, dan check je dan maar helemaal. Dus jij bent inderdaad op de Japanse stijl, anime ook en shit. Wat is je, heb je er eentje die waarvan je zegt, ja, als je erin wil beginnen, moet je die kijken. Wat is de aanrader? Fire Force of God of High School. Ja, maar... Als je wil beginnen. Ik vond God of High School, ja, de eerste aflevering waren sterk. Die vond ik heel goed, maar daarna werd hij een beetje wacky. Wacky, hoezo? Ik vond het verhaal gewoon net te leeg of zo. Ja, ik vond zeg maar de final fight tussen, hoe heet die ene guy ook weer? Die guy met Jinmori. Ja, Jinmori en gewoon zijn Matty. Mm-hmm. Die vond ik heel hard. Ja, en ook gewoon uit de background daarachter nog. Maar ik vond, het viel daarna net een grote dip. Het is ook ik heb gezien dat het ook soort van, als er een tweede seizoen komt, want die webtoon gaat verder, die manga toch? Ja, en daar gaat het crazy, hè, toch? Oh, maar dan krijg je ook zeg maar die mannen die je achtervolgen en shit. Ja, snap je? En dan wordt Jinmori ook sterker. Bijvoorbeeld nu, hetzelfde met Demon Slayer. Heb je Demon Slayer gezien? Ja, ik heb gezien. Demon Slayer is nu ook soort van, het begint om in sterke lauwens en daarna is het zo van, je leert aflevering ook weer. Zeg maar, je leert al die andere mensen kennen dit, dan denk je van, maar nu heb ik die film gezien. Cool. Die film heb ik bootleg gezien dan. Ja? Ik heb is die goeie? Hij is erg, man. Zeg maar, ja. Dan leer je ook weer hoe sterk zeg maar, die hoge guys zijn. Snap je? Ja, daarom. Ja, ja. Dan, man. Dus, en dan na die film komt het tweede seizoen. Dus van ja, zeg maar, als je wil beginnen, zou ik daarmee beginnen. Dan is dat al een goede begin. Ja. Ja. Ja, ik zeg zelf altijd, My Hero Academia, maar die is voor sommige mensen dan net te zwak of zo. Ja, snap ik. Die is ook een goede, maar... Anders, als je echt wil beginnen, maar, zeg maar, ja, dan zou ik zeggen Death Note, maar Death Note heeft niet echt die gevechten, snap je? Ik vind Tokyo Ghoul wel een goede aanrader, man. Tokyo Ghoul wordt, omdat het lang is, zeg maar, Naruto, Dragon Ball Z heb ik zoiets van, Dragon Ball Z moet je toch meegemaakt, die heb ik al. Dragon Ball Z moet je mee opgroeien, moet je leuk snap vinden. Snap je, iedereen zeg maar, moet die zeg maar, hebben meegemaakt, als weet het kind op Cartoon Network of zo, maar in ieder geval... meegekregen. Maar dan, als je echt anime wil kijken, zou je zeg maar Naruto of One Piece moeten beginnen. Eigenlijk zeg maar, moet fucken, maar het is al net lang. Het is echt lang om nu daarin te beginnen. Zeg maar, Naruto heeft misschien met Shippuden bij 6 Barkie of 7 Barkie episodes ofzo. Ja, true. En dan hebben ze nu ook nog eens Boruto. Ja, maar Boruto kan je skippen. Ja, sorry, snap je. Heb je hem gecheckt of niet? Ik heb geen Naruto. Ik zou het zeker niet checken. Ik heb geen daarom. Els anime gecheckt. Brunson. Nog nooit, man. Ja, wel lijkt een soort van... Dragon Ball Z toen ik klein was of zo, zo nu en dan. Pokémon. Maar ik mocht dat vroeger nooit kijken. Niet? No, man. Anders werd je te gewelddadig op school. Exactly. Ik mocht geen South Park kijken. Ik ook, man. Ik ook niet. Gewoon al die shit, Dragon Ball Z, South Park, Simpsons. Zo weet je van, toch leuk weer. Was ook zo'n anime. Het was dan altijd allemaal soort van 2D getekend. Het was zo'n vage guy. Klein kindje met een rood shirtje en dan... Chin-chan. Ja, Chin-chan. Dan mocht ik wel kijken. Dan mocht ik nooit kijken van mijn moeder. We maken het niet eens. We maken alleen South Park, ze wisten dat daar fuck en motherfucker en allemaal dingen zijn. Ja, precies. Dus dat was voor inderdaad voor mij ook no-go, man. Ja, same. Nee, same hier inderdaad. Uiteindelijk nog wel gekeken. Zeker. Echt heel erg veel. Goeie serie. Ja, goeie serie. Barkie. Maar South Park wordt ook steeds beter, heb ik het gevoel. Ja. Soort van, ze worden steeds... Soort van, oh, misschien ook het ook meer gaan begrijpen nu, maar ze worden echt heel relevant met... Het is ook echt allemaal ineens dat er iets gebeurt en dat... Een paar dagen later is er een aflevering over. Ja, snap je? En ze weten gewoon precies hoe ze het moeten doen. Maar ja, dat is die toren als je afleveringen binnen een week moet maken, toch? Ja. Dan ben je gewoon up-to-date met de shit die gebeurt. Family Guy ook. Ik vind Family Guy eerlijk gezegd... Kijk, ik vind het heel moeilijk altijd. Maar ik kijk toch wel iets liever naar Family Guy dan dat ik naar South Park kijk, man. Weet je wat ik hem... Ik begrijp hem wel. Family Guy is gewoon wat meer chiller om te kijken. Ja. En het is zo town to droog, hoor. En gewoon omdat ze sommige dingen zo random zeggen. Ik kan daar helemaal brokken op gaan. Ik vind juist, het kritiek op die serie is heel erg dat ze dus te veel van die jumps of ja, die dat vind ik dus, man. Ja, dat vind jij? Ja, ik vond het... Zeg maar, in het begin kon ik vermaken, maar het soort van... Oh, het reminds me van Time That I... En dat is gewoon elke keer doen ze dat gewoon... Ja, zo van, soms, oh, we moeten even switchen. Ay, laten we even een jumper in gooien. Sommige afleveringen doen ze te veel. Maar ik heb... Ja, I know. Het maakt het wel droger. Ja. Voor mij voelt. Dat is ze dan wel... Like, inderdaad, als je van droog houdt, dan is dat wel... Ja. Die chicken fights voor, die vind ik echt gaaf. Die chicken fights zijn echt koude grappen. Ook gewoon... Oh, er is nog steeds nooit een uitleg voor gegeven. Ja, dat is wel het mooiste. Was die bom toch?
Ja, hij gaf me een expired coupon. Oh ja, ja, ja. Ja. Daar begon het mee. Ja. Maar dat waren ze later nog vergeten ook. Het was zo'n vage serie. Nee. Family Guy is ook zeker goed. Maar volgens mij, ik weet niet hoe ze dat, of ze dat met Family Guy ook doen. Maar met South Park hebben ze maar een aflevering. En dat is gewoon een idee voor een aflevering. Maar dan, als er iets gebeurt, dan zeggen ze gewoon van, ja, nee, scot alles maar. We maken gewoon opnieuw. En dan doen ze echt in 2 dagen maken ze een hele aflevering. Ja, echt para. Veel te crazy. Para. Ja, man. Dat is knap. En dan zijn het ook nog goede afleveringen. Ja, dus ja, dat is toch ziek eigenlijk. Ja, ik vond inderdaad ook... ik weet niet of ze daar een aflevering hadden, waarschijnlijk wel. Maar over die shit die nu in Amerika gebeurt met dat bestormen van het congres. Oh, dat hebben ze nog niet gedaan, toch? Want nee, ze moeten nog een nieuw seizoen maken. Oh, ze zitten nu even in break. Ja, ze zitten in een break. Wanneer het nieuwe seizoen komt, ze hebben zoveel materiaal. Ja, echt bizar. Er is zoveel gebeurd in de afgelopen week dat ze gewoon alles kunnen maken wat ze willen. Ja, man. Hoe hebben jullie uiteindelijk elkaar ontmoet? Gewoon een hele andere shit. Nou, ja, nee, dat is... wij kenden elkaar via Nadim. Nadim, ja. Maar, dat is wel op zich wel fatu. Toen was ik op een gegeven moment aan het werken bij de Dirk van den Broek. Oh ja! Dus, ja. Dat heet hier toch ook, ja, dat heet overal Dirk van den Broek. Ja, dus, en toen was ik aan het zoenen, toen kwam hij opeens naar mij toe en zei, hé, Vakka! Ik herken even niet zo, ja, van Nadim, oh ja, ja toch. En diezelfde avond ben ik ontslagen. Ja. En heeft hij, zeg maar, mijn plek overgenomen. Dat was mijn eerste werkdag. Ja, juist, ik kwam daar aan, er werd tegen mij gezegd van, yo, ga maar even eieren spiegelen. Ik dacht, ik kom hem daar tegen, zo van, yo, Vakka, hey, werk hier ook zo? Ik hoor via de intercom, wil Bruno naar het magazijn komen? dat was het laatste wat ik van Bruno had gehoord. Toen kwam hij terug, zei hij van, hé, man, ik ben ontslagen. Tantwaaier, man. Ja, man. Allemaal mannen haten Dirk van den Broek. Ik heb ooit ook bij Dirk van den Broek geweest. Ja. Ik werkte bij New Pizza. En ik dacht van, ja, ik wil wel meer verdienen, want het is daar wel gewoon, zeg maar, net niet minimumloon, weet je. Mm-hmm. Dus ik naar Dirk van den Broek. Oh, ik heb daar 4 weken gewerkt en ik was er zo scheidklaar mee al. Mm-hmm. Dat ik dan gewoon heb gezegd van, boys. Ja. Ik ga er vandoor, hier zijn mijn kleren. Leuk. Ik weet dat er zeg maar, een maand opzegtermijn is, maar ik kom gewoon toch niet meer terug. Snap je? Later. Wat gaan ze ook doen? Hoe heet die kerel weer? Richard, Richard, als jij dit ziet, je bent nog steeds een bitch, man. Fuck Yusu. Die man is echt een bitch. Ja, man, Yusu. We hebben gewoon nog zo'n andere mattie van ons, die had hem ook. Bro, die man is echt een bitch, man. Ja, maar die andere mattie van, zeg maar, de mattie waardoor wij elkaar kenden, die kwam zeg maar later ook samen met mij werken. En die is misschien binnen een maand weggegaan door die Richard, onze afdelingsleider. Die guy was verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Bij mij was ook gewoon puur alleen teamleiders. Teamleiders zijn gewoon echt kut. Teamleiders gewoon kut zijn. Ja, dat is ook waar. Ik werkte bij de FOMAR toen. En er was één guy en hij deed al het gast echt veel te slang bezig. Ik ben voor mij ontslagen. Ja, weet je wat is met ik heb het gevoel dat teamleiders met supermarkt soort van net niet iets hebben kunnen doen of zo, waardoor ze, zeg maar, ze hebben geen autoriteit. Ze zijn boos over wat zij hebben bereikt. Snap je? Dus soort van die supermarkt, binnen die vierkante meter van die supermarkt, is hun autoriteit. Ja. Dat is hun, zeg maar, gebied waar zij kunnen reinen, toch? En dan kunnen zij boys van 16, 17 kunnen zij aansturen en boos schreeuwen. Maar op het moment dat zij een stap bij de deur zet, zijn ze niks meer. Ja. Dus zij moeten al hun macht daar binnen moeten ze uit of zo. En nou, als je shirt uit doet, hebben ze eigenlijk niks meer. Begrijp je? Ja. Nou, maar je staat buiten en ze zijn opeens mattie van je. Ja, en die zullen ze aardig doen. No, man. Ja, daarom, het is gewoon die youngins die, zeg maar, dan teamleider worden. Shout out naar hun, omdat zij die schakel begrijpen. Die had ik na die Richard kwam naar Lauwe. Toen dacht ik van, nu is mijn tijd gewoon. En die mensen die daar werken en dan zeg maar teamleider worden, die zijn altijd lijp. Die zijn fuck. Ja, nee, wacht. Jawel. En die echt oudere mensen die daar werken, 9 van de 10 keer ook, maar die dan geen teamleider zijn, maar dan wel een zemaleidende functie hebben. Van die alles weten. Doe jij vanavond even de dingen regelen? Ja, shout out naar hen. Snap je, shout out naar hen. Maar komt er ooit een Richard Distrek? Is het niet waard? Ik ben nog geen publiciteit. Is het niet waard, inderdaad. Die man, ik hoop dat ik die man nooit meer mijn hele leven tegenkom. Heb je wel zo'n Distrek gemaakt? Want ik op een middelbare of zo. Ja, ik heb wel fatu districts gemaakt, maar gewoon freestyles, weet je toch? Gewoon, gewoon voor de grap. Letterlijk, ik had een district naar Kraai gemaakt waar hij bij stond. Dat was echt van, voor mij zouden zeg maar we waren gewoon bij Guap toen, een hele avond gingen we freestylen. En toen had Kraai de beat ervoor gepakt, dus zo, zeg maar, was een beat, kon ik niet meer opspringen. Toen werd er een nieuwe beat aangezet, die mocht ik dan pakken. Dus die ging gewoon helemaal vol spitten. Toen ging Kraai zeggen, je hoorde echt letterlijk in een pauze van, Kaolo Dent, hij neemt heel die beat. En toen begon ik gewoon een diss track naar Kraai. Ja. Die beat, zeg maar. Ja, man. Ja, ik hoop nog wel. Een half is gewoon een diss track. Ja. Ik hoop wel ooit gedist te worden, eerlijk gezegd. Want dit is gewoon echt... Ja,
met de bars die jij jullie beide hebben, zou je ook best wel goed om dissen kunnen maken. Ik zou Stormzy gaan. Ik zou heel veel Stormzy gaan. Ja, maar daarom, dat is het gewoon inderdaad van, ik hoop gewoon, soort van, niet dat ik tegen, zeg tegen iemand van, yo, ga maar dissen. Maar nu eventjes dissen. Nee, maar meer een soort van, ik op een gegeven moment, er gaat gewoon een keer een moment komen dat er andere rappers zijn die op jou haten. Ja, en dan, als ik één sneak diss hoor, dan ben je echt van mij, man. Dan, je weet toch, man, dan pak ik gewoon. Dan gaan we eten. Ja, maar daar, ja, Ewa, het lijkt me ook gewoon lauw. Het hoeft ook niet dieper te gaan dan diss track, zeg maar. Nee. Toch? Ik ben niet die guy, zeg maar. Zolang dus. Het gewoon oppervlakkig blijft en toch gewoon, kijk, weet je, je kan ook gewoon best wel veel shit naar elkaar roepen, maar het heeft toch, voor mij, mening heeft altijd, het heeft nooit nut om het dan gewoon fysiek uit te doen. Als jij je stoer genoeg voelt om een sneak diss te doen, moet je ook een diss track kunnen verwachten. Ja, daarom, het is, in UK heb je dan, zeg maar, inderdaad van die, zeg maar, beefs tussen rappers. Ja, dat's die dat eigenlijk helemaal geen beef zijn. Oh ja, dat is internet shit, ja, dat is die. Nee, maar gewoon van die, bijvoorbeeld met die Wiley Stormzy, dat was niet echt een beef. Dat was meer gewoon omdat Wiley zei dingen van, dingen naar elkaar schreeuwen zo. Snap je, ja, inderdaad, ja, maar ja, dat kwam, uiteindelijk zou je ze nog steeds met z'n tweeën kunnen zien chillen, zeg ja, maar. Dat wel, ja, maar ja, dat is meer ook gewoon om een beetje het elkaar scherp te houden, toch? Ja. Dat is het ook, en dat, ik mis dat in Nederland wel een beetje. Dat is wel, je hebt dan in Nederland, maar ja, aan de ene kant zou ik ook wel zeggen dat het misschien wel beter is als je niet zo'n, het is niet per se een haatcultuur, maar het is inderdaad wel gewoon. Nou, trouwens. Het is toch niet zo heel. Ja, je had vroeger. Nee, trouwens, ding is. Moula Ben Frenna, dat is eventjes wel even die opstartje. Maar, dat ging ook wel dieper. Dat ging ook. Dat waren. Wat ik heb gehoord, ook gewoon van die groep, dat was. Ook gewoon torens die te maken hadden met Den Haag. Mokros versus Congolese beef. Maar uiteindelijk zijn Frenna en Moula wel die pokoe samengemaakt viraal gaan. Jeetje toch, dat vond ik wel lauw. Dat soort van eerst die beef hadden met. Weet je, tot, je hebt geen ogen meer dicht gedaan, 3000 euro, dit, dat, babab. En toen in één keer viraal gaan. Ah, geen viraal. Klopt. Dat vond ik wel lauw. Ik zeg, ik kan niet meer liegen. Maar dus ja, je had wel een keertje een diss-track. Maar wat is het gewoon niet blijken van een soort halve Matthias die gewoon zegt van, nou, ik vind het gewoon grappig om even een keertje te dissen. We gaan ja, maar dan dus moeten zeg maar. Kijk, ik weet in ieder geval, ik heb het hier. Ik wil geen diss-track van Denta. Omdat ik weet dat dat gewoon heel vervelend is. Want ik ga, maar dat is de toon. Zeg maar, als ik een diss-track naar Bruno zou maken, zou ik persoonlijke dingen zeggen. Die, zeg maar, ja, die je niet zou verwachten in een diss-track van een andere rapper of zo. En anders is, anders is zo'n diss-track ook gewoon van, je bent kut. Ja. Ja, maar dan, hij zou, dat zou te persoonlijk gaan. Ja, dat is wel een goed voorbeeld. Met Bokkedro bijvoorbeeld, als Bokkedro ooit een diss track tegen mij zou maken, dat zou kan ik net zo goed stoppen met rappen. Ik zou dat wel willen zien, maar ik zou Dro een diss track nemen. Ja, tuurlijk, gaat helemaal kut als Dro een diss track naar jou maakt, ga ik een jaar lang lachen. Klopt het dat jij een voetbalteam coacht? Ja, man. Ja. Hoe is dat? Gewoon een goede mattie van mij die... Ik zou, dat is vandaag is eigenlijk dan ook elke maandag, woensdag en zaterdag. Gewoon een mattie van mij die traint onder de 11-1. Ja. Van Excelsior 20 in Schiedam. Excelsior. Ja, niet zeg maar de Bally, nee, zeg maar niet die echt Excelsior. Ja, okay. Excelsior 20. Dat is zeg maar zo'n club uit Schiedam. Maar het is nog wel hoog niveau, man. Het is wel gewoon hoofdklasse volgens mij. Oh, dat is gewoon eerste, het is gewoon jongens van 9, 10 jaar, zoiets. Ja. Goeie voetballers, man. En het is echt leuk, man. Leuk om te doen. Ja, dat geloof ik inderdaad wel, gewoon met die jongens. Klopt dat je ook studeert om les te geven? Ja, man. Wat studeer je? Leraar geschiedenis. Ja, studeer jij niet ook? Of, nee? Ik zat HBA, man. Oh ja, dat is waar ook, inderdaad. Welk jaar zit je? Nu het examenjaar, man, derde. Oh, jeez. Gaat het goeie? Ja, zeg maar, ik heb maar één dag school per week. Oh ja, En het is vooral, zeg maar, het is vooral boet. En boet, ja, ik ga niet naar school voor boet als ik thuis, zeg maar. Wat is boet precies? Gewoon studio, boet. Oh ja, dan, dat is inderdaad, ja, maar dan kan je dat. En dan, ja, discipline les gewoon, die heb ik van binnen, dat vind ik wel geloof. Ja, en hij coacht je gewoon dat je, zeg maar, je planning, zeg maar, volgt. Hij vraagt gewoon van, yo, wat is jouw planning, wat wil je bereiken aan het eind van dit jaar, dit, dat. En dan gaat hij gewoon elke week gaat hij met je zeggen van, oké, wat heb je deze week gedaan om jouw planning op te houden. Dus dat is een beetje, zeg maar, het leren was een beetje het eerste en tweede jaar. En dat heb ik allemaal gehaald. Ja, dat is wel beter, man. Hoe bevalt de hergezienis jou? Goed. Ik heb nu natuurlijk wel, ik zit nu jaar 2. Dus ik loop nu ook 1 keer in de week stage, ja, 2 keer in de week. Waar? Op mijn oude middelbare, het stedelijk gymnasium. Vandaag nog lesgeven voordat ik hier kwam, nog online lesgeven. Oh, serieus? Ja. Maar nee, ja, het is. Kijk, in deze tijd is het moeilijk toch? Ja. Ik bedoel, ik zit letterlijk 5 dagen in de week thuis. Ja. Aan school te werken en aan stage. Dus dat is wel heel erg moeilijk. Maar het is wel een heel leuk vak, man. Ja, dat... En ook gewoon lesgeven aan die kids is ook leuk.
Heb je al iets heel raars meegemaakt? Nou ja, een van de eerste dagen dat ik er was, was een kind soort van aanval. Dat was op zich wel heftig inderdaad. Maar voor de rest, ik heb nog niet hele gekke dingen meegemaakt. Deze toch? Hoe jaar geef je les? De eerste en de tweede. Oh, dat is ook niet zo hectisch volgens mij. Nog ze luisteren heel goed. Ja, ja. Eerste klas helemaal, die zijn echt... altijd derde, ja, als derde klas gaat het fout. Ja, dan moeten ze zich bewijzen. Angsten, ja, echt zo, echt heel zo. En dan rond de 50 gaan ze weer omhoog. Snap je, dan zijn ze weer van, we zitten hier om te leren. Ik zit hier voor mezelf. Ik moet mijn examen halen en dan ga ik weg. Ja. Als ik het niet haal, dan heb ik alleen mezelf. Precies. Zeg maar, die shit. Inderdaad. En dan gewoon een vraagje. Denk je dat je, heeft het joinen van albinosports veel invloed gehad op het type muziek dat je maakt? Op het type muziek of dat ik zeg maar op, ja, gewoon hoe je muziek maakt, muziekje maakt. Zo, dat is een goede vraag, man. Ik denk niet zo, ja, kijk, soort van, tuurlijk, Joost, die gooit wel eens ideeën op me. Ja. En ik neem, kijk, weet je wat het is? Ik ben sowieso een guy die gewoon alles met beide handen aanneemt. Alleen als ik het echt niet loef, dan loef ik het ook niet, maar dan laat ik dat natuurlijk ook weten. Maar over het algemeen, weet je, soort van, Joost heeft mij ook gewoon geholpen, omdat hij het hard vindt wat ik doe, zeg maar. Ja. Dus ik heb het altijd ook zo dicht mogelijk bij mezelf gehouden. En ja, er is eigenlijk niet heel veel veranderd. Sowieso, kijk, ik ben gewoon wel wat serieuzer gaan doen, maar dat is ook een beetje met, dat merkt Denta waarschijnlijk ook, soort van gewoon een beetje met, naarmate je ouder wordt en naarmate je langer rapt, dus je op een gegeven moment vindt van, oké, ik kan wel mijn hele leven lang domme pokoes gaan maken, maar daar heb ik helemaal geen zin in, zeg maar, toch? Dus... Je wil op een gegeven moment, ik ben in het begin nu gewoon wel wat serieuzere dingen te maken. En gewoon wel wat, ja, gewoon iets waarbij ik iets meer over mezelf kan vertellen. In plaats van dat ik de hele tijd alleen maar over domme shit rap. Ja, zeg maar. Want ik merkte, tenminste, dat is misschien mijn persoonlijke ervaring, maar je had 31-34 tape gedropt. Ja. Toen daarnaast heb je Brunson gedropt en daar zat al wel redelijk al een shift tussen in wat soort muziek je maakte. Klopt. Want als tenminste, Brunson was dan wat meer, voor mijn gevoel, daar kan ik ook naast zitten, maar wel een aantal wat meer American-based beats. Mm-hmm. Dus dat volgens mij, als ik het goed zeg, allang, zou ik dan wat meer een soortachtige West Coast pop leek. Ik begrijp wat je bedoelt. Nou ja, het is gewoon inderdaad van, het is ook gewoon een beetje je stijl perfectioneren, zeg maar, toch? Yeah. Dus, kijk, je kan er niemand kan er omheen dat ze invloed uit Amerika halen. Het is niet van dat ik dacht van, ik ga een tape maken. Kijk, soort van, kijk, dat is op zich wel even handig om te zeggen. Je hebt zeg maar, je hebt een mixtape en je hebt een album. Ja, natuurlijk. En ik heb het gewoon afgelopen tijd aan een mixtape gewerkt. Ja. Waarbij ik gewoon poekjes maak. Een selectie maak. Hoppatee, hier hebben jullie het, zeg maar. Er zit geen verhaal in. Zit geen, tuurlijk, het lijkt, begint allemaal een beetje op elkaar te lijken. Bijvoorbeeld was dan die B-EP, dat was allemaal wat donkerder en wat, zeg maar, je weet toch, soort van wat, wat harder. En Brunson was dan wel wat van alles wat, zeg maar. Ja. Maar bijvoorbeeld als ik een album zou gaan maken, dan zou ik dat allemaal wel met elkaar kloppen en in één lijn zitten, zeg maar. Rond een thema of echt rond een verhaallijn. Precies, precies. En dat is, ja, bij Brunson was het... ja, gewoon de hardste poekjes die ik de afgelopen tijd had gemaakt. En dat kies je natuurlijk wel de tune waarvan je ook zeker weet dat ze, goed dat, ze dat represent inderdaad. Ja. En voor jou, Denta, heb jij wel eens, want werk jij, ga je, hoe kijk jij naar albums, mixtapes? Ja, ik ben nog niet bezig met, zeg maar, ik was in een soort van, dat heb ik ook wel geleerd haap op Herman Brood, want ik zeg bij Businessman, want ik had hem gezegd van, ja man, ik wil in 2020 of zo, ja, dat zei ik in de eerste, ik wil in 2020 een album droppen, dan zei hij van, hoezo? Van, ik wil gewoon een album zeggen van, broer, dan moet je zeg maar meer aan werken toch. Zeg maar, tapes kun je gewoon inderdaad, je maakt harde pokoes, je verzint er een concept bij, dit dat. En dan heb je het maar, een album moet echt soort van voor jou spreken. Dat zeg maar, die album is echt die tattoo die op jouw lichaam, die je zeg maar niet kwijt gaat. Dat is van, dat moet jou beschrijven en zo. Dus nu dat ik ook denk van, oké, ik ben nu gewoon tapes aan het maken om een beetje op te bouwen naar wie is Denta nou echt. Yeah. Dus daarom, ik had eerst al andere wave om zeg maar, even te onderscheiden. Dat ik even een EP'tje gemaakt met een paar tunes daar, waar ik alles verschillend aanpak. Een soort van, ik kan dit alles, zeg maar niet alles hetzelfde, gewoon dit is wat ik kan. Yeah. Toen heb ik een kleine EP daartussen gedropt met niet te veel, soort van hier heb je een paar tunes, niet te veel. Nu heb ik Ready for Lift afgebracht, dat is ook een, we gaan naar iets toe werken. Dat is wel wat persoonlijker ook, inderdaad. Ready for Lift is een beetje persoonlijker, zo van, we gaan nu echt beginnen met de journey, maar nu ben ik een beetje
achter mezelf gekomen van wat ik wel kan, wat ik lauw vind, welke beats vind ik lauw, met welke mensen ben ik graag, want weet dat die mention ik ook vaker, je weet toch, waar sta ik voor? Ja. En dan vanaf nu is het gewoon echt laten zien van oké, dit is Denta en vanuit daarvoor uit, en dan een album is, we zien wel, weet je, toch, soort van een album moet ik echt hebben. Zeg maar, ik heb denk wel tunes gemaakt van ik denk van oké, dit wil ik op een album droppen, maar het is meer zo van waar past het bij, je moet nog wel eventjes dan die shit afmaken. Snap je, het moet helemaal ploppen als concept zelf. Dus zijn dat je een vaste engineer, vaste producer had. Ja, ik zag ook dat je laatst een nummer had gemaakt met Olaf. Ja. Maar heb je maakt het jou uit met welke producer je werkt? Of heb je ook een vaste werkmanier van producer? Zeg van, nou, weet je, als ik ga met een producer studio in bijvoorbeeld en dan maak ik met z'n tweeën het nummer of zeg van, ik wil gewoon harde beat en dan kan ik. Ik ben van beide. Zeg maar, kijk, omdat ik ook heel veel thuis record. Bruno zat ik ook mee. Zeg maar, ik gebruik echt heel veel beats die gewoon in e-mail komen, toch? Want ik heb zoiets van, als ik een beat hard vind, vind ik een beat hard. Ja. Maar dan kan ik alleen maar zoveel mogelijk, dan kan ik zelf maar alleen maar bijvoegen bij die beat wat ik zelf wil, snap je? Maar als ik met een producer zit, kunnen wij vanaf scratch gewoon samenwerken naar een eindproduct toe. En dan merk je wel die pokus wel echt nog iets harder zijn. Die ligt wel wat hoger. Snap je? Die zijn wat meer georchestrated, dus. Ja, man. Maar ja, ik kan wel ik ben van beide markten thuis, zie je toch? Same, hoor. Ik de laatste tijd doe ik niet meer heel veel. Kijk, zeg maar, als ik dan een beat van iemand zijn mail pak, dan is het wel meestal omdat dan diegene mij gewoon heeft gezegd van, yo, hier heb je dit, wil je dit? Ja, oké, nou, dan stuur ik je dit. Yeah. En gewoon ook van guys die ik zeg maar echt ken, met wie ik eerder heb gewerkt. Maar ik sta sowieso nog steeds altijd open voor alle beats en dat soort dingen. Oh. Maar het is meer gewoon, ik werk wel het liefst met een producer in de studio, puur omdat je dan, of hij maakt een beat per scratch waar je een beetje aan kan helpen. Ja. Of hij laat dan alles horen en flipt het dan ook gewoon. Ja. Zeg maar. Of, en met producers ook heel vaak, als ik Osso tape, kan ik alleen maar doen wat ik zelf lauw vind. En denk van, dat is wel goed. Zal een producer zeggen van, pak hem eens zo. Ja. Of, probeer dit eens hier te doen. Ja. Of van, misschien kan je beter het zo uitspreken. En wat nou als, zeg maar, als we dit en dit doen, snap je? Als je deze ad-lib pakt. Begrijp je? En dan met Millie doet dat ook heel goed. Millie coacht heel goed, inderdaad. En wat ik ook bijvoorbeeld, soms heb ik ook zoiets van, ik wil zo'n soort tune maken, dan weet ik ook gewoon van, ik ga nu naar Off Blue of ik ga nu naar Quap. En dan weet ik gewoon van, ik kan hem dit vertellen. En dan kan hij dat maken, maar dan in zijn eigen saus. En dan het aanpassen op hoe ik het wil. Want zij kennen mij nu ook, toch? Ja. Dus zij weet van, hij vindt dit lauw of hij kan het zo maken. Een soort van, dat eindproduct is gewoon wat persoonlijker of zo. Ja, dat is wel waar, inderdaad. Klopt. Ik merk toch inderdaad wel dat, kijk, In mijn mening, maar als je echt een beat krijgt, dan heeft het ook al, als gewoon een beat is gemaakt om een beat zijn, het heeft altijd iets droogs. Ja, klopt. En dat als het zo inderdaad matcht dat jij bent, het is jouw precies. Sound, het is jouw shit, weet je wel, dan het is een geheel inderdaad. Klopt. Ik denk dat inderdaad wat sterk is. Ja, dat is het. Jij hebt inderdaad gewerkt met, de naam die ik ken is tenminste, daar werkte je vroeger volgens mij best veel mee als Stein. Ja. Heb je tegenwoordig nog dat je zegt van, dit is toch producers waar ik heel veel mee werk? Nou ja, Stijn blijft sowieso altijd mee werken. Ik vind Stijn gewoon de allerbeste producer in Nederland. Zonder enige twijfel. Omdat ik kan naar hem gewoon, ik kan naar hem toe gaan en zeg, yo, kan je dit? En dan heeft hij 100 beats. Stijn past ook wel echt heel erg bij jou, vind ik. Ja, man. Stijn past ik kan sowieso, met elke producer kan je goed werken. Maar met Stijn is ook gewoon, omdat we gewoon beste matties zijn, is die connectie anders. En ook gewoon, Ik kan nu ook wel zeggen van dat ik nu ook wel aan het kijken ben of ik een album kan maken waarin hij, zeg maar, voor de touw opneemt. Ook, zeg maar, dat hij vast producer is. Of? Nou ja, in ieder geval dat hij wel een grote vinger in de pap heeft, zeg maar. Ja. En, maar ja, met Stijn, en sowieso Guap, dan heb ik natuurlijk een nieuw bootleg meegemaakt en dat was een groot succes. Ja. Maar met Blue ook. Nash is een hele goede producer. Ook heel erg. Maar bijvoorbeeld, Millie, een soort van, er zijn gewoon heel veel guys, man. Ik hoor met dinges, man, met Yannick, Elijah Waters. Ja, Elijah Waters is een bizar goede artiest, echt, maar die man kan ook gek produceren, man. Hij kan zingen, ik heb dat is gek, man. Echt. Shout out naar je. Ik heb ook echt twee R&B tunes met hem gemaakt. Ja, hij is echt heel goed, man. Ja. Hele goede, gewoon goede muzikant. Gewoon. Ja, hij snapt muziek gewoon. Ja, ik snap. Nee, niet per se snappen, hij voelt het. Hij voelt het. Het is echt een hele perfecte guy, man. Begrijp je? Maar ja, inderdaad, vooral broer, het is echt van, als ik met jou naar stuur ga aan het werk, dan werkt het. Ja, dat is het stuk belangrijkste. Maar het is inderdaad wel, ik kies er nu wel zorgvuldig uit. Het is niet meer dat ik bij elke random DM die ik van iemand krijg met een studio. Jij bent en jij kan het, dus sure, let's go. Het is
is inderdaad wel, ik zoek ze nu wel met zorgvuldigheid uit. En als ik dan bijvoorbeeld, ja, ik pak niet, inderdaad niet meer elke random naam of zo. Ja, die tijd is voorbij. Dat is wel goed. Omdat je zei, ik heb bijvoorbeeld Olaf. Olaf kende ik niet. En toen kwam hij op Herman Brood, het eerste jaar. En toen kwam ik ook van, hé, deze guy is ook gewoon hard. Toch, hij maakt ook gewoon harde shit. Goeie producer inderdaad. De andere kijk ook Elvis. Elvis vind ik nu echt, ik vind Elvis echt hard, man. Ja, Elvis is een goede producer, man. Ja, man. Heb je, ja, dat is inderdaad wel goed om te horen. Ja. Bij deze gaan we het wel inderdaad afronden. Dus voor jullie, gooi nog even de shout-outs naar wie je wilt. Shout-out naar de 34, man. Indie Cammy. Shout-out naar de 34. 34. Shout-out naar Joost, shout-out Christel, shout-out Daan Koen, shout-out Albin Sports. Shout-out naar deze boys hier zo. Dat ook. Shout out naar individuals, man. Ja, forever. Shout out individuals, for real. Snap je? Dus ja, man. Gang shit. Leuk dat jullie kijken. 31, 34, gang. Hey, thanks voor kijken, boys. Yes. En dan zien we jullie natuurlijk volgende keer weer met onze volgende gast. En jullie weten hoe die shit loopt. Scoot. Like en subscribe. Later, bitches. Sheesh.